Veel particuliere beleggers die op de beursgang van ABN AMRO inschreven, gingen voor een snelle winst. Ze verkochten hun aandelen al binnen een paar dagen. Wat betekent dit voor het aandeel en is ABN AMRO nog wel een volksaandeel te noemen? DFT-verslaggever Johan Wiering. Nou, het blijkt onder meer bij Binkbank en bij de Giro, dus de twee grote brokers, dat particulieren die inschreven al heel snel hebben verkocht. Ze willen gewoon voor de snelle winst gaan. Hè. De eerste dag kon je al ruim 3% pakken en ja, vervolgens kwamen er nog 1% bij in de tweede en derde dag. Dus ja, 5-6% in een paar dagen tijd vinden sommigen gewoon mooi. Vandaag zien we het voor het eerst dalen, gewoonlijk steeds verder. En voor het eerst zien we een daling van meer dan 1%.